Dit is de reden waarom Don de Jong nooit meer mag sporten. Don is met meer dan 1 miljoen abonnees een van de grootste YouTubers van Nederland. Ruim 1,5 jaar geleden begon hij met fitnessen, met als doel een gezonder en fitter leven te leiden. Hij besloot zelfs een sportschool zijn eigen huis te bouwen, geheel compleet zodat hij hier samen met zijn vrienden kon sporten. Maar door problemen met zijn gezondheid lijkt het sporten met zijn vrienden definitief over te zijn. Waarom mag Don niet meer sporten? En wat vindt hij hier zelf van? De problemen begonnen al toen hij 9 jaar was. Ja, ik werd dus wakker. Don, de operatie is goed, maar er is één probleem. Kleine Don viel van zijn fiets en brak zijn arm. Hij moest naar het ziekenhuis. De breuk was zo heftig dat hij geopereerd moest worden. Ondanks dat de operatie goed was gegaan, vonden de artsen een ander probleem. Zijn hart klopte niet goed. Om zijn hart weer goed te laten kloppen, kreeg Don een pacemaker. Wat daarvoor zorgde dat zijn hart weer naar behoren werkte. En Don had, zover bekend is, nog nooit eerder problemen ondervonden met zijn pacemaker tot dit jaar. Een pacemaker heeft draden die richting het hart lopen. Door krachttraining en veel beweging komt er veel druk op de borst te staan, waardoor de draden van Don zijn gaan slijten. Momenteel zijn de draden zo versleten dat ze nu vervangen moeten worden. Zo gedaan, zou je denken. Nou, dat zit even anders. Don moest recent naar het ziekenhuis om een scan van zijn hart te laten maken. De resultaten van deze scan waren gelukkig positief. Don kon geopereerd worden. Maar na deze operatie zal Don zijn leven veranderen. Hij mag niet meer sporten en zal zijn opgebouwde spiermassa waarschijnlijk deels gaan verliezen. Don gaat hierdoor een stapje terug doen in zijn drukke leven. De YouTuber zelf zegt de afgelopen jaren alles gedaan te hebben dat hij graag wilde doen. En kijk met veel positiviteit terug op de afgelopen 15 jaar en het daarbij behorende sportieve lichaam dat hij de laatste 2 jaar heeft opgebouwd. Don trainde 3 keer per week en ging 2 keer zoveel eten als normaal. Het was een uitdaging om elke dag een vlog te maken en ook nog eens zijn trainingsdoelen te behalen. Maar Don heeft een sterke mentaliteit en kwam in korte tijd maar liefst 9 kilo aan. Hij had de smaak te pakken en ging trainen met Nederlands grootste influencers. Waaronder Joël Beukers en zijn beste maten Mace Dix en natuurlijk Royalistic. Don voelde zich beter dan ooit. Het vervelende is dat Don 6 weken moet herstellen van deze heftige operatie. Met als gevolg dat hij dus ook 6 weken niet kan vloggen. Maar Don is vindingrijk en is nu al bezig met voorbereidingen om zijn vlogserie door te laten gaan. Don is van kinds af aan altijd een ware doorzetter geweest. Met zijn ijzersterke mentaliteit en enorme hoeveelheid steun van zijn familie en vrienden, denken wij dat Don deze lastige periode goed zal doorkomen. Hierdoor denken wij dat de kans klein is dat Don van het internet zal verdwijnen. Laten we Don allemaal veel succes en kracht toewensen in de komende periode. Vond je deze video nou interessant? Vergeet ons dan niet even te volgen. Wij posten iedere week nieuwe video's over hoe het met influencers gaat en wat wij denken dat ze verdienen.